De kracht van dans is dat je met je lijf een verhaal vertelt. Ja, je lijf is je gereedschap. Zonder dat ben je als danser nergens. Ik wist op een gegeven moment, oké, beter dan dit wordt het niet. En ik wilde heel graag op zo'n manier ook afscheid nemen. Dus dat ik kon zeggen, oké, ik takel niet af. Of ik heb zo'n ernstige blessure dat ik het niet meer kan. Ik wilde echt gewoon stoppen op de top. En dan een ander leven instappen. Ik ben Karin en dankzij fysiotherapie heb ik tijdens mijn danscarrière nooit een blessure gehad. Het leven van een professioneel danseres, ja, je staat 's ochtends op, ga je naar je werk en dan repeteer je eigenlijk tot 5 uur. Je duikt 's avonds het theater in, ergens in Nederland. Je komt later weer terug en de volgende dag mag je weer aan de bak. Maar het is een ontzettend mooi beroep en absoluut waard om al dat harde werk erin te steken. Dans is topsport, zeg ik altijd. En dansen staan er niet altijd bij stil, omdat het natuurlijk ook een kunstvak is. Ze zijn artistiek bezig, maar het is heel belangrijk om wel goed naar je lijf te luisteren. En het goed te ondersteunen om die prestatie neer te kunnen zetten. Want ja, als je geblesseerd raakt, je kan dan niet doen wat je wil doen. En als dat te lang duurt, word je vervangen. En dat wil je natuurlijk niet. Tijdens mijn danscarrière waren er eigenlijk altijd 2 fysiotherapeuten die voor ons klaarstonden. Dus als je al merkt van oké, nu gaat er misschien iets mis of heb ik last van iets, kon je het bij hun controleren. En op die manier voorkom je dat je een blessure krijgt en kan je als danser gewoon je beroep uitoefenen en blijven uitoefenen zonder dat het escaleert in een echte blessure. Ja, als ze er niet zouden zijn geweest, dan denk ik dat je aan het einde van het dansjaar geen gezelschap meer had staan. Ja. En doordat de fysiotherapeuten bij ons aanwezig waren, was de drempel ook heel laag om daarheen te gaan. Wat mensen vaak doen, is uitstellen. Dus denken, oké, ik heb het nu niet nodig, dus ik wacht wel even, ik doe het morgen wel. Of later, en dan doen ze het überhaupt niet meer. Maar ik denk dat het belangrijk is om te luisteren naar wat je lichaam zegt. Dus oké, ik voel nu iets, en dan die stap te maken naar de fysiotherapie. Hoe je nu voor je lichaam zorgt, krijg je later terug. Dus door nu de goede keuzes te maken en ja, goed te proberen te zorgen voor je lijf en daarna te luisteren, heb je daar later ook profijt van. Daardoor kan ik nu nog steeds lesgeven, op toneel staan en doen wat ik eigenlijk nog steeds heel tof vind, vol energie en goede gezondheid.